Eind september werd het nieuws bekendgemaakt dat de woning van acteur Thijs Römer te koop zou worden aangeboden. Dit bracht echter geen goed nieuws voor de acteur, aangezien de vraag rijst of hij voldoende financiële middelen heeft om een nieuw onderkomen te vinden. De bizarre en zorgwekkende gebeurtenissen in het leven van Thijs Römer stapelen zich als een sneeuwbal op. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een detentieperiode wegens het online seksueel misbruiken van verschillende minderjarige meisjes, wat een zware schaduw heeft geworpen over zijn carrière en persoonlijke leven. Na deze verontrustende gebeurtenissen trok Thijs zich terug in zijn huurwoning ten noorden van Amsterdam, waar hij in relatieve afzondering probeerde te herstellen van de publieke veroordeling en de gevolgen van zijn daden. Onlangs werd echter onthuld dat de eigenaar van de huurwoning besloten had om het pand te verkopen, wat zou betekenen dat Thijs, die momenteel nauwelijks inkomsten genereert, zou kunnen worden geconfronteerd met dakloosheid. Dit nieuws heeft veel speculatie en bezorgdheid gewekt, zowel over zijn financiële situatie als over zijn toekomst. Desondanks is er recentelijk goed nieuws voor de acteur. De makelaar, die betrokken was bij de verkoop van de woning, heeft bevestigd dat het pand weer van de markt is gehaald. Volgens de makelaar heeft deze beslissing niets te maken met de huidige bewoner, maar is er een andere, privéreden achter het intrekken van de verkoop. De eigenaar heeft zijn eigen redenen, die ik moet respecteren, aldus de makelaar. Ik had de woning zeker kunnen verkopen, maar de situatie is nu veranderd. Dit biedt Thijs Römer voorlopig een zekere mate van stabiliteit in een tumultueuze periode van zijn leven. De vraag blijft echter hoe hij verder zal gaan en of hij in staat zal zijn om zijn leven weer op te bouwen na de ingrijpende gevolgen van zijn veroordeling. Het is te hopen dat hij de kans krijgt om zijn fouten onder ogen te zien en de nodige stappen te ondernemen richting herstel, zowel persoonlijk als professioneel.